Welkom bij deze PCM video tutorial. In deze tutorial laat ik u zien hoe u een aantal modules en componenten kunt installeren zodat u de functionaliteit van Joomla uitbreidt. Op het bureaublad ziet u een flink aantal bestandjes staan die ik heb gedownload om de functies van Joomla uit te breiden. Ik zal ze niet allemaal de revue laten passeren, maar het geeft wel aan dat je in korte tijd een flink aantal modules bij elkaar kan sprokkelen en de functies van Joomla Funk kunt uitbreiden. Ik heb in dit geval gekozen voor een forum, voor een fotoalbum en twee kleine modules waarmee Twitterberichten en het weerbericht zijn toe te voegen aan de website. Om te beginnen de achterkant van het forum. Voor Joomla is een uitgebreid forum te verkrijgen, dat heet Fireboard. En zoals u ziet ziet het er uitermate gelikt uit en biedt het allerlei mogelijkheden om het naar uw wens aan te passen via de configuratie. U kunt het beheer hier doen, het gebruikersbeheer ook, en u kunt ook via de CSS-file de kleurstelling van het forum aanpassen aan de kleurstelling van uw site. Het is een eenvoudig te gebruiken forum, maar zeer uitgebreid en zeer veel toepassingen en mogelijkheden. U ziet hier in het linkje, of in het menu aan de linkerkant, ziet u een linkje naar het forum. Dat heb ik aangemaakt. En hier ziet u dan het forum met onderwerpen. U kunt eventueel ook nog subonderwerpen aanmaken. U ziet de laatste berichten die geplaatst zijn op het forum. U ziet ook de statistieken, het aantal gebruikers, het aantal berichten. De recente postings kunnen bekeken worden. U kunt een profiel aanmaken, althans bezoekers kunnen een profiel aanmaken. En op die manier kunt u een zeer uitgebreid forum aanmaken en toevoegen aan uw Joomla installatie. U zag al heel kort eventjes het fotoalbum, Errors Gallery 2. Het is weliswaar een alpha release. Werkt ook nog niet helemaal vlekkeloos, maar is zeker een toevoeging aan Joomla om in de gaten te houden. Want het kan wel eens een heel mooi fotoalbum worden voor Joomla. U ziet het aan de bovenzijde worden de afbeeldingen getoond in de verschillende albums. Ik heb nog maar twee afbeeldingen geplaatst in één testalbum. Maar hier zouden de verschillende albums verschijnen. En daaronder verschijnen dan enkele willekeurige beelden uit de verschillende albums en de laatst geüploade, de laatst toegevoegde beelden verschijnen daar dan weer onder. Via het administratie of het beheergedeelte van Joomla kunt u zien hoe dat beheerd wordt. Ook daar zien we nog een schoonheidsfoutje doordat de afbeeldingen niet goed geladen worden. Maar verder via de configuratie kunt u verschillende zaken regelen. Bijvoorbeeld hoe groot de afbeeldingen geplaatst worden, de kwaliteit van de JPEG, de plek waar de afbeeldingen komen te staan. En hier kunt u afbeeldingen uploaden. U kunt ook meerdere beelden tegelijkertijd uploaden. U kunt fotoalbums aanmaken in bepaalde categorieën. En u kunt ook hier de CSS-stijl, Cascading Style Sheet bestand kunt u aanpassen zodat de kleurstelling weer klopt met de rest van uw site. Dat is een aardig fotoalbum voor Joomla. Dan nog twee aardige modules. Eén daarvan is een module waarmee u Twitterberichten op uw website kunt tonen. Twitter, u heeft er misschien van gehoord, is de laatste hype op internet. Ik kan de site ook er even bij pakken. Het idee is dat mensen in ongeveer 140 tekens vertellen wat ze aan het doen zijn of waar ze aan denken, wat hun gedachten zijn. En daar kunnen anderen dan weer op reageren. En zo is een hele uitgebreide gemeenschap eigenlijk ontstaan van mensen die op die manier contact houden. Dat gaat niet alleen via internet, maar ook via de mobiele telefoon. Via sms kunnen mensen dat soort updates plaatsen. En het is inmiddels ook mogelijk om aan uw site via de module to Twitter de Twitterberichten toe te voegen.
zoals u hier ziet. Dat is een aardige, grappige extra mogelijkheid. En zeer eenvoudig toe te voegen als een module. Een andere module wil ik ook nog eventjes noemen. Dat is eigenlijk een toevoeging op het Fireboard Forum. Dat biedt de mogelijkheid om de laatst geplaatste berichten op het Fireboard Forum ook in een aparte module zo te tonen. En als laatste wil ik nog een leuke toevoeging, een leuke module noemen. Waarmee u het weerbericht van uw keuze kunt toevoegen aan de website. U ziet het, 10,6 graden in Amsterdam met lichtbevolkte hemel. En aan de achterzijde ziet dat, als ik deze even sluit. Er als volgt uit. Even zoeken naar de juiste pagina waar dit forum, of deze module staat. En hier kunt u dan bijvoorbeeld via de locatie-ID de plaatsnaam toevoegen waarvan u wilt dat het weerbericht wordt toegevoegd aan uw website. Het zijn zomaar een aantal kleine modules die je kunt toevoegen aan uw site. Ik heb eerder de site extensions.joomla.org laten zien. En daar vindt u nog vele, vele andere modules en componenten en plugins waarmee u allerhande zaken kunt toevoegen aan uw website. Tot zover enkele voorbeelden van modules, componenten voor Joomla 1.5. Tot zover deze PCM video tutorial.